Koud, hè? Is het, hè? Heerlijk pak sneeuw ligt er. Ik vind het geweldig. Eindelijk weer eens eventjes een strenge winter. Ja, vroeger, toen hadden ze strenge winters. En het viel niet mee in die strenge winters, want het was koud. En als je dan naar de play moest, nou, dan zat je met je gat boven het koude ijs. Hup, en dan viel het, je hele behoefte viel op het ijs. Maar zo was het meestal niet, hoor, in Monnikendam. In Monnikendam hadden de mensen meestal een tonnetje. Een tonnetje in een pleetje achter het huis. En als het tonnetje vol was, dan gooiden ze het tonnetje, hup, in de gracht. En op de zomerdag was dat geen bezwaar. Want dan zakte het gewoon in het water en dan spoelde het wel weg. Maar in de winterdag, dan lag die hele handel op het ijs. Ik ken de verhalen van dat de schaatsers tussen de hopen met stront door moesten schaatsen. Nou, het is nog een wonder. Gelukkig dat die winters zo streng waren, anders zou het ijs ervan gaan smelten. Nou, we staan hier op de fluwelen burgwal, zoals u ziet. En vroeger was op de fluwelen burgwal de aannemerij van Valentijn en Mol. De voorloper van Leguit en Roos. En daar werkte ome Piet Leguit. En ome Piet Leguit is samen vroeger met Klaas Roos Leguit en Roos begonnen. En ome Piet vertelde aan Klaas de verhalen van vroeger. En hoe ging dat in die zagerij daar? Op de winterdag was het nooit koud in een zagerij. Want er werd gezaagd en er viel een kontje van het hout af. En dan stond er een houtkachel. En dan gooide hij het in. Dus dat was een voordeel van een zagerij. Maar ze hadden er ook een pleegje natuurlijk. Achter de zagerij. Dus daar had ze een hokkie. En daar hadden ze geen tonnetje staan, maar een zinken emmer. Dat was heel erg modern voor die tijd. En had het voordeel dat het blijft minder kleven, zal ik maar zeggen, aan het tonnetje als je het omkeert. Afijn. Het geval was dat de werknemers van Valentijn en Mol de gewoonte hadden om allemaal op het werk naar de wc te gaan. Nou ja, als je met een man of 7 bent, dan poept het aardig vol, zal ik maar zeggen, zo'n tonnetje. En het was de taak van de timmermansknecht om dat tonnetje te legen in de gracht. En dan was dat dus op de zomerdag niet zo'n probleem. Maar op de winterdag, dan moest je er goed bij wezen. Iedere middag, laatste klussie, nam de timmermansknecht het tonnetje en hup, de gracht in. Maar op de winterdag was het risico dat als het hard vroor, dat de boel vastvroor. Als je het niet op tijd deed. U voelt de bui al hangen natuurlijk. Op een dag, een strenge winterdag, moest de timmermansknecht naar de tandarts. Hij deed het in zijn broek voor de tandarts. Hij was bang. En hij liep te zenuwen en te dralen door die werkplaats. En de timmermansbaas die zegt: jongen, ga jij maar naar huis. Ik heb niks aan je. Afijn, de jongen die gaat naar huis om 1:00 of 3:00 s'middags. En wat blijft er staan in het huisje? Juist, de zinken emmer. Nou ja, goed. De volgende ochtend komt de hele bubs weer op het werk. En zo, de eerste die denkt, oh, ik ga naar de play. En die gaat naar het huisje achter de timmerwerkplaats. En hij komt eraf en hij zegt, wel potverdikke nog en toe, ik kan geen eens op die emmer gaan zitten. Hè? Want er staat een kop op, zegt hij, en het is stijf bevroren. Verdikke nog en toe, iedereen kijkt naar de timmermansknecht. Jongen, hè? Jij hebt gisteren vergeten dat emmertje te legen. En nou zit de boel muur vastgevroren. Je zorgt zelf maar dat je het probleem oplost. Nou, die jongen die schrok natuurlijk. Hè? Die was net bekomen voor de schrik van de tandarts. Hij denkt, wat moet ik doen? De oplossing lag voor de hand. In iedere timmerwerkplaats is het altijd warm in de winter. Want er staat een prachtige kachel waar al die kontjes hout in gaat. Dus hij neemt die zinken emmer en hij zet hem op de kachel in de timmerwerkplaats. Hij gooit er een paar blokjes erbij. En hij moest even naar zolder om wat schrootjes te halen voor de baas. Nou, die kachel die begon heerlijk te loeien, begon hij. Binnen de kortste keren stond hij roodloeiend.
En het begon al snel aan de zijkanten van die zinken emmer. Begon het te pruttelen en te koken. En het duurde niet lang of de hele emmer stond te koken of het een pan soep was. En het werd heter en heter en heter en heter werd het. En de hele werkplaats die vulde zich met de gas uit die emmer. En op het laatst begon die emmer roodgloeiend te worden. Net zo lang totdat de naad waarmee de emmer gesoldeerd was, begon te smelten. En de hele emmer uit elkaar viel. En de inhoud van de emmer over de kachel stroomde. Nou, hoe dat geroken moet hebben, dat kunt u zich goed voorstellen. Dat kan ik me niet voorstellen. Mooi verhaal.